Start. Kees Dorrestein. Elke zondag stel ik je voor aan een heel leuk nieuw crowdfundproject. Iets verrassends. En daarvoor zijn Bas en Bart aangeschoven. Bart Latten en Bas Damoiseau. Zeg ik dat goed? Bijna, Damoiseau. Damoiseau. Yeah. Daar ga ik nog een paar keer over struikelen. En nou, als je nu naar de webcam op radio1.nl kijkt, dan denk je, wie zijn er nu echt binnengelopen? Want kunnen jullie even beschrijven wat jullie aan hebben? Nou, heel simpel. Wij als dictator zijnde kunnen natuurlijk niet zomaar ergens naar buiten gaan zonder onze outfits, hè? Als dictator zijnde? Ja. Dat is, je hoort Bas nu trouwens. Bart, waarom zijn jullie dictators? Waarom niet? Dat ten eerste. Maar als tweede, ja, we hebben een heel cool bordspel op de markt gebracht. Althans, we proberen dat op de markt te brengen. En dat gaat over dictators. Dus het is wel mooi als we dan ook wat kledij erbij aandoen. Dat snap ik inderdaad. En nou, jullie zien eruit als een soort van generaal. Beide een soort van nette jas aan. Lijkt een beetje alsof jullie van de landmacht komen. Maar jullie hebben dan ook van die soort Russische-achtige petten op, toch? Ja, het is een beetje een combinatie van alles. Dus dat is inderdaad volgens mij een Marechaussee-pak met inderdaad een pet die wel echt uit Sovjet-Oekraïne komt. Dus het is van alles wat. Over Oekraïne? Nou, loop er alsjeblieft niet mee over de straat. Je weet hoe daar nu over gedacht wordt. En je hebt ook wat medailles op, maar die lijken meer op Elfstedenmedailles. Ja, of de Vierdaagse. Of, precies, inderdaad. En de baard, die is wel echt van jullie, toch? Ja. Nou, ja, precies. Echt een dictator baard. Waar Stalin zelfs nog jaloers op is, want die had alleen nog meer snor. Jullie hebben dus een nieuw bordspel bedacht. Hoe heet het? Revenge of the Dictators. Revenge of the Dictators. Kan je heel even in het kort uitleggen van hoe je dat speelt? Want het is echt een ouderwets bordspel, hè? Met een kartonnen bord en alles. Nou ja, ouderwets. Ja, het is eigenlijk een nieuwerwets bordspel, maar het is inderdaad wel met een kartonnen bord. En het spel gaat erover, ja, we zijn een aantal dictators op vakantie in Hawaii. Maar goed, dictators, die vervelen zich daar, want ze willen alleen maar meer macht hebben. Dus ze bedenken zich dat ze Amerika gaan overnemen. En dat is het makkelijkste door direct naar het Witte Huis te gaan waar de president is. En hem ervan te overtuigen dat zij de nieuwe baas zijn. Tenminste, althans één van die dictators. En die gaat dat natuurlijk gewoon direct doen? Ja, niet direct. Hij heeft natuurlijk wat tricks up his sleeve. Dus er zijn een aantal nuclear facilities verspreid over de kaart van Amerika. En hoe meer dat jij er onschadelijk maakt, hoe groter jouw kans om hem te overtuigen. Oké, en het ziet er ook een beetje uit als een beetje een riskbord, volgens mij. Hè? Dat alleen dan Amerika in het groot en dan moet je dan overheen stappen met je poppetjes. Het ziet er inderdaad een beetje uit als een riskbord, maar het is wel een heel ander spel als risk. Want het is meer een race-spel en niet zo'n planspel. Oké, met opdrachtkaartjes erbij en dat soort dingen. Ja, niet per se opdrachtkaartjes, maar iedereen heeft wel zijn eigen nuclear facilities. Maar ja, Zijn kerncentrales. Ja, precies. Ja. Dus het is een race-spel, maar het is ook met name een spel om jouw tegenstanders genadeloos te naaien. Ja, dat is wel, dat doen dictators natuurlijk. Welke dictators kan je zijn, Bas? Nou, we hebben er 10 in totaal. Ik zal even de persiflage opnoemen. Het is Adolf de Hipster. We hebben Kim de Young One. We hebben Paul de Putter. Muammar de Mama. Robert de Uncle. Hier hebben jullie een avondje goed voor zitten bier drinken en heel hard zitten lachen, denk ik. Ja, want dat vind ik wel grappig. Bart, jij bent forensisch arts, of in ieder geval daarvoor aan het studeren volgens mij. Nou, ik ben forensisch arts inderdaad en ik doe de opleiding pathologie. Ja, ja. En Bas, jij doet een tandheelkundige opleiding. Ja, ja. En hoe zijn jullie erbij gekomen om een bordspel te ontwikkelen? Nou, het is eigenlijk al onze hobby sinds kleins af aan. We hebben altijd bordspellen gespeeld, ook met onze vrienden. En dat is eigenlijk 5 jaar geleden ontstaan. Samen met een andere vriend van mij zaten we gewoon lekker buiten. En we zaten een spelletje te spelen. En toen hadden we ineens het idee van, hé, misschien kunnen we wel zelf een keer een spel bedenken. Is dat makkelijk? Nou, in principe hebben we de basis van dit spel op 1 middag bedacht. Dus, maar ja, dan heb je de basis. Ik bedoel, ideeën, dat is zo gelegd. Maar hoe krijg je het voor elkaar om het er ook echt als een professioneel spel uit te laten zien? Ja, dat is eigenlijk 3/4 jaar geleden is dat begonnen. Toen zijn we bedrijf Black Box Adventures gestart. En nou, we hadden dit spel toevallig liggen. En daar zijn we eigenlijk op voort gaan borduren. En hebben het eigenlijk zover mogelijk proberen te finalizen door heel veel te playtesten. Heel veel feedback te krijgen van allemaal mensen. En een hele goede tekenaar en illustrator en graphic designer gevonden. Ja, want het ziet er echt uit als een spel dat je ook gewoon van de grote fabrikanten
koopt, bij wijze van. De graphics, ja. En het ziet er gewoon als een professioneel bord uit. Ja. Daarom zijn jullie ook een crowdfund-project gestart. Want het is duur om die dingen te maken. Klopt. En als mensen in investeren, dan krijgen ze ook gewoon zo'n bordspel ervoor in de plaats. Dus het is gewoon één op één. Zeker. Dat is correct. Het. Ja. Ik wil natuurlijk wel even... Jullie hebben leuke kleding aan. Jullie zien eruit als een beetje... Een poor man's Stalin met je Elfsteden en je avondvierdaagse medailles. Maar wel echt als dictators. Ik denk, ja, zijn jullie nou echt de mannen die die zo'n spel moeten maken? Dat wil ik even met jullie testen. Dus daarom gaan we de grote dictatorquiz spelen. Ja, ik heb er direct even een paar voorbij geroepen. Het is heel simpel. Het is multiple choice. Je kan thuis ook gewoon lekker even meedoen. Met wat wordt korte vraagjes. Als eerste vraag van de grote dictator quiz. Luisteren we even naar het volgende fragment. I'm the smartest, most clever, most physically fit. But nobody else seems to realize it. When I change the world, maybe they'll notice me. Ja, je hoorde Kim Jong-il zingen dat hij so lonely is in het satirische popfilm Team America, World Police. De echte Kim Jong-il, die was ook wel van het vertellen dat hij bepaalde dingen heel goed kon. Zo bedacht hij dat hij een uitvinder was van een Amerikaanse snack. Welke snack was dit? Was dit A, de milkshake of B, de hamburger? Volgens mij was dat de hamburger. Dat lijkt me ook wel. Ja. Ja. Bart en Bas zijn het met elkaar eens. De hamburger, dat is hartstikke goed. Verder naar de volgende dictator. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Soldiers, in the name of democracy... Let us all unite! In de film The Great Dictator speelt Charlie Chaplin een dictator... die heel erg lijkt op Adolf Hitler. Alhoewel, hij speelt eigenlijk zijn dubbelganger. En op dat moment wordt hij in één keer herkend als Hitler. En dan moet hij een speech houden en dan houdt hij eigenlijk een speech voor vrijheid... en dat je niet moet laten leiden. Maar er was daadwerkelijk ooit een echte Hitler in Amerika. Zelfs nog familie van Adolf... Wie was dat? A. Grace Hitler, een bediende in het Witte Huis. Of B. William Hitler, een man die Amerikaanse propagandafilms maakte. Volgens mij was dat Grace Hitler. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, je mag ook de andere zeggen. Dan staat één van jullie voor. Of anders alle twee misschien. Dan ga ik ook voor de andere. Jij gaat voor William Hitler. Ja, zeker. Dat is goed. Oh, het is William Hitler, een achterneef van Adolf, heeft in het Amerikaanse leger gezeten en heeft propagandafilms voor Amerika gemaakt. Dus eigenlijk een beetje tegenovergesteld. Het zat in de familie dus. Het zat in de familie, ja. Ze dachten, hij kan dat waarschijnlijk ook. Prima, vraag die. Daarbij hoort dit fragment. Je hoorde Gaddafi en hij was naast dictator ook groot voetbalfan. Vooral van Italiaanse voetbalclubs. En hij beweerde zelfs eigenaar te zijn van één club. Maar van welke? A. Juventus. B. Inter Milaan. Ik ga voor antwoord B. Inter Milaan. Nou, dan ga ik gewoon voor die andere. Bas gaat voor Juventus. Bart voor Inter Milaan. Bart staat met 2-1 voor. Ja, maar nu een puntje voor Bas. 2-2. Het was Juventus inderdaad. Hij zou daar grote aandeelhouder van zijn geweest. Of in ieder geval, dat zei hij zelf. Dat was eigenlijk trouwens toen hij aan de macht kwam in 1969. Toen heeft hij direct alle Italianen uit Libië gezet. Dus dat is dan weer gek dat hij zo fan... was van Italiaanse voetbalclubs. Oké, de laatste vraag. En dus kijken wie van jullie de beste dictator is. Jullie zijn je al aardig goed aan het bewijzen. Maar even naar deze man. Niyazov liet zichzelf vader aller Turkmenen noemen. En liet overal in het land standbeelden en afbeeldingen van zichzelf plaatsen. Niyazov regeerde 21 jaar lang met ijzeren hand over het olie- en gasrijke Turkmenistan. Inderdaad, de dictator van Turkmenistan, Saparmurat Niyazov. En dat was een opvallende man. Hij had niet alleen dat gouden standbeeld wat je hoorde... maar hij was ook heel lief voor zijn moeder. Hij heeft haar zelfs een heel groot cadeau gedaan.
Maar wat? A. Hij liet alle vrouwen in het land hetzelfde kapsel nemen als zijn moeder. Of B. Hij vernoemde de maand april naar zijn moeder. Nou, dan ga ik voor de maand april. Ja, daar wilde jij ook voor gaan, dus ik ga met je mee. Beide, Bas en Bart, gaan voor de maand april. Dat is helemaal correct. Het was namelijk zo dat hij haar de maand april gaf. Maar hij gaf ook het woord brood, vernoemde hij naar zijn moeder. Dus als je brood in de maand april kocht, was dat dan weer heel, heel lastig. Hij hield in ieder geval van 's ochtends van zijn moeder met kaas. Nou, alle twee 3 punten. Dat betekent... Victory, Bas en Bart geven elkaar de hand. Ik denk dat jullie genoeg ervan af weten om daadwerkelijk ook zo'n goed spel op de markt te brengen. Nou, de laatste vraag. Wil je investeren in het dictatorspel van Bas en Bart om dat op de markt te krijgen? Gewoon een bordspel. Waar kan je dan naartoe? Je kunt het beste naar Kickstarter staan. Daar staan we momenteel. We zijn nog niet een week live. We zitten bijna op de helft. Dus Kickstarter en op zoek naar Revenge of the Dictators. En daarnaast kun je natuurlijk altijd naar onze Facebook gaan, Blackbox Adventures, of naar de website blackboxadventures.com. Ik heb wel, ja, het is een beetje jammer, onze hoogste pledge goal, die is afgelopen nacht verkocht. En dat wil zeggen dat diegene 2 spellen krijgt, inclusief de uitbreiding, inclusief een heel cool dictatorpak en de big red button die ik hier bij me heb. Wat is, druk daar eens even op, dan sluiten we het daar direct mee af. Oh, dat klinkt niet te horen. Het klinkt wat zachtjes. Maar het is iets van een explosie, precies, volgens mij. Ja, inderdaad. Oh, maar dat kan je dus niet meer krijgen, maar wel andere dingen. Inderdaad, wel gewoon het spel en de uitbreiding. Oh, oké. Okay. Nou, dat is het helemaal goed. En je dictatorkaart. Oh, en dat ook nog. Ik ga even ook met jullie op de foto, want dat vind ik heel leuk. Want jullie zien er wel echt heel erg stylish uit. Zet ik op mijn Twitter, @Kees op de radio en direct even een linkje. Wil je hier meer over weten? Heren, dank jullie wel. En hoe zou de echte dictators, als die iedereen een goede morgen moeten groeten, wat zouden die dan zeggen? Liever iets later dan dit tijdstip, denk ik. Ja, maar, Nou, dat dan bij deze.